fijn dat u allemaal weer bent in Grote Vertaal en dat u niet aan de blik zit, wat ik me ook heel goed kan voorstellen. U dat wel hard gedaan. Heerlijke dag. Het is eigenlijk een hele bijzondere avond. Een lezing van dokter Ina Koch, dat zeggen we niet vaak, maar nu zeggen we het nog even. Ina is in 1994 gepromoveerd op het proefschrift Houtsneden in Incunabelen in de Lage Landen. En zoals sommigen van u wel weten, is enkele weken geleden de handelseditie verschenen van haar, haar meesterwerk en misschien ook wel levenswerk. En dat is geworden de Woodcuts in Incunabula, Printed in the Low Countries. Geheel in het Engels, in 4 volumineuze delen. Dit is er 1. Slechts 4 delen, maar wel alle houtsneden, ook de afbeelding van alle houtsneden in de Lage Landen. In Knabelen staan hierin. Dat is nu uitgegeven? Of vorige week, anderhalve week geleden. Precies 2 weken geleden, donderdag. Wil je niet vertellen? Is dat in Den Haag in de Koninklijke Bibliotheek gepresenteerd bij een symposium. Waar dan ook over in Knabelen houtsneden ging. Nou, de vraag was, hoeveel kost het? Ja, dat was toch wat is dat de vraag? Ja, dus die wilde ik niet horen. Je hebt zo'n van die etalages, en er staat dan 1 jurkje in de etalage. En er zit nooit een prijskaartje bij. Dan ga ik nooit naar binnen. Dan is die heel zo'n soort boek is het. Zo'n soort boek is het. Jaren aan gewerkt. Je kunt hem via onze website wel bestellen. Dan komt hij bij de uitgever terecht. En het is nog een koopje nu, want het is nu €995 exclusief btw. 995? Exclusief 6% btw. Maar over een paar maanden is het 1250. Exclusief. Maar je kunt het vanavond ook inzien hoor. Hij zit er inzagen en hij staat in de studiezaal, dus je kunt hem altijd bekijken. Het is een bijzondere avond dat er na Ina's lezing komt er ook nog een verrassing. Het duurt een paar minuutjes, maar dan wil ik nog even, laten gaan we nog even iets. Dat is even nog een extraatje. Nou, dan geef ik nu het woord aan Ina. Wat maak jij in de waar? Ik hoop dat de microfoon het doet. Doet de microfoon het? Ja. Nou, gelukkig. Dan kunnen we met een gerust hart beginnen. Moet dat de jurk afblijven? Wat zeg je? Moet dat de jurk afblijven? Ja. Dames en heren. Vanavond de titel van mijn lezing staat hier. Dat staat ook op de prospectus. Ik ga het vanavond hebben over houtsneden in Nederlandse incunabelen. Zo sta ik aangekondigd. Als tweede lezing in de lezingencyclus Zwart-Goud, hier in Deventer in de SAP, georganiseerd samen met de Universiteit van Groningen. De microfoon moet er niet, hoor. Jawel. Kunt u mij verstaan allemaal? Of anders wat harder misschien? Die mevrouw kan je niet verstaan. Wat zeg je? Goed. Ik houd me al vanaf 1979 bezig met houtsneden in Nederlandse incunabelen. Hoe ben ik daar ooit op gekomen? Ik heb Nederlands gestudeerd in Amsterdam, aan de Universiteit van Amsterdam. En historische letterkunde. En hoofdrichting middeleeuwse letterkunde. En ik was een jaar lang kandidaatassistent bij Herman Pleij. En Herman Pleij en nog consorten hadden een laat middeleeuws volks- en triviaal literatuurproject. Dus allemaal proza romans, volksboeken uit het begin van de 16e eeuw. En ze hadden een kast vol met reproducties van die drukken. En mijn opdracht was om een ingang. Waar is die hand? Ja, praat maar door. Daar is die hand. Mijn opdracht was het om een systeem te maken op de houtsneden in al die reproducties van die volksboeken en proza romans. En zo ben ik erop gekomen en mijn doctoraalscriptie ging ook over de houtsneden bij Geert Leeuw, de grootste
gebruiker van houtsneden van alle drukkers uit de 15e eeuw. Later heb ik toen bij ZWO, nu heet dat NWO, heb ik een aanvraag ingediend om alle houtsneden in kaart te gaan brengen, dus als promotieonderzoek. En daar ben ik dus inderdaad op gepromoveerd in 1994, net wat Dinant al zei. Hopelijk werkt dit wel, ja, in 1994. Wat hield dat onderzoek precies in? Oh nee, ik wil eerst nog even zeggen dat voor mij heeft Conwee zich bezig gehouden met de Nederlandse incunabel houtsnede. En dit is Conwee. Dat was die was afkomstig uit Cambridge en hield zich bezig, was eigenlijk meer een autodidact. En hield zich bezig met de Duitse en Nederlandse gravures in het Fitzwilliam Museum in Cambridge. En toen ging hij zich daarna bezighouden met de houtsnede en kwam zo terecht in de universiteitsbibliotheek van Cambridge. En kwam zo in contact met de voormalige bibliograaf Henry Bradshaw. Die was toen directeur van de universiteitsbibliotheek van Cambridge. En onder zijn leiding, heeft hij een langdurige studie naar de Nederlandse incunabele houtsnede verricht. Hij heeft daar heel West-Europa voor afgereisd, heeft nog gecorrespondeerd met zijn leermeester. Die brieven, daar heb ik ook kopieën van, heel interessant. En zo ontstond dan in 1884 de Woodcutters of the Netherlands in the 15th century. En dat is dit boek. Dat is dit boek. 1894, zonder plaatjes. En Conwee was een kunsthistoricus. En zijn benaderingswijze was een kunsthistorische. Mijn benaderingswijze is een bibliografische. En dat wordt ook tegenwoordig wel van je geacht. Want het zijn incunabel houtsneden, het zijn boekhoutsneden. En die moet je in eerste instantie bestuderen in hun context, in de boeken. En we zijn daarbij zo gelukkig dat we altijd of heel vaak weten waar zo'n boek dan gedrukt is. En door wie en wanneer ongeveer. En zo heb je eigenlijk veel hardere gegevens dan kunsthistorici mee te maken hebben. Doel van het onderzoek was tweeledig. Een volledige inventarisatie te geven van Nederlandse incunabelhoutsneden en alle incunabelen waarin deze voorkomen, met inbegrip van de herhalingen. En per drukker een overzicht en analyse te geven van alle door hem gebruikte houtsneden. Het onderzoek bewoog zich op het niveau van de drukken, niet de exemplaren. Alle tot nu toe bekende Nederlandse incunabelen, en dat zijn er totaal ruim 2200, werden door mij onderzocht op aanwezigheid van houtsneden. En dat gebeurde op basis van incunabelcatalogie, incunabelbibliografieën, bibliotheekbezoek in binnen- en buitenland. En daarbij zijn door mij alle Nederlandse incunabelen op aanwezigheid van houtsneden gecontroleerd. Was een exemplaar van een bepaalde druk onvolledig, dan werden de ontbrekende bladen elders nagekeken. In een andere bibliotheek waar die bladen wel aanwezig waren. Totdat echt alle pagina's gezien waren. Complicerende factor daarbij was vaak de eerste en de laatste pagina. Want in heel veel bibliografieën en catalogie, ook dus van King, Campbell, daar ben ik mee begonnen. Dat is een incunabel overzicht uit 1874. En daar staat vaak in eerste blanco pagina ontbreekt. Nou, en dan. Als je dan goed gelovig bent, dan denk je, oh, die was zeker blanco, dus daar hoef ik niet naar te kijken. Maar in heel veel gevallen bleken die eerste zogenaamde blanco pagina's verre van blanco te zijn.
En ook, daar stond dan vaak een titelhoudsnede op. En vaak ontbrak ook het laatste blad van een boek. Ja, het laatste blanco blad ontbreekt. Ja, dat was vaak helemaal niet zo. Want op een laatste pagina staat vaak een drukkersmerk. Of een eindhoudsnede. Dus je moest echt, je kon nooit uitgaan van de, dit soort gegevens. Je moest ze allemaal gezien hebben. Daarnaast werden over de hele wereld reproducties besteld in de vorm van microfilms, foto's, fotocopieën. En zo is een nagenoeg complete verzameling kopieën tot stand gebracht van alle pagina's in Nederlands incunabelen die houtsneden bevatten. En die heb ik dus thuis staan allemaal in een kast. 900 mappen in zo'n metalen kast. Het was nog heel moeilijk om die in mijn... toen we 12 jaar geleden daar kwamen wonen, moest die nog helemaal die metalen kast door een... een raam getakeld worden, want het zijn altijd van die grote onhandige kasten. Maar ik heb dus 900 mappen thuis staan en dat zijn dan alle drukken, alle incunabelen, Nederlandse incunabelen met houtsneden. En als ik het dan heb over Nederlandse, hè, dan bedoel ik natuurlijk Nederland en België, want de Lage Landen, hè, dat was vroeger één. Nou, dan geef ik wat getallen. Wat getallen. Van de 2200 Nederlandse incunabelen blijken er 860 één of meer houtsneden te bevatten. Dat is 40%. Van deze drukken hebben er 520, ofwel 60%, alleen één of enkele begin- of eindhoutsneden. En 340 incunabelen, ongeveer 40%. Bevatten ook houtsneden binnen in de tekst en kunnen met recht geïllustreerd worden genoemd. Verder blijken er in de incunabelen van de Lage Landen in totaal 12.000 houtsneden afgedrukt te zijn. Hier zitten veel herhalingen bij, aangezien hergebruik van een houtsnede in de 15e eeuw vaak voorkomt. Van die 12.000 houtsneden zijn er 3861 verschillend. Dat weet ik nu, omdat ik dus nu dat boek voltooid heb. Dus je kunt ze allemaal tellen nu. 3861 verschillende Nederlandse incunabelhoutsneden zijn er. En de herhalingsfactor is dus ongeveer 3. Dan hergebruik. Zoals u weet, veel van u weten... lieten die drukkers hun houtblokken bij externe houtsnijders vervaardigen. Of ze hadden zelf één of meerdere houtsnijders in dienst. En zo'n houtsnede of houtsnedeserie betekende voor een drukker een hele financiële investering. En daarom werd het bezit ervan uitgebuit. De houtsnede werd binnen een druk herhaald. Drukkers maakten herdrukken van dezelfde tekst met precies dezelfde serie erin. Ook hergebruikten ze houtsneden in geheel andere werken. En daardoor kon een houtsnede van betekenis veranderen. En daar zal ik u straks wel een paar voorbeelden van laten zien. En tenslotte, drukkers leenden houtsneden uit of verkochten ze aan collega-drukkers in andere plaatsen waar ze dan als nieuw verschenen. Houtblokken konden zo hele omzwervingen maken. Zo'n hergebruik van een voorstelling, en dan vooral in een geheel ander werk, is voor ons heel moeilijk voor te stellen. Voor religieuze voorstellingen kunnen we het begrijpen. Die konden natuurlijk zonder problemen in alle devote teksten over het leven en lijden van Christus worden gebruikt. En ik geef u hiervan een voorbeeld afkomstig uit Deventer. In Deventer... waren in de 15e eeuw twee drukkers werkzaam, namelijk Richard Pafraat, u ziet daar zijn jaren van werkzaamheid, en Jacob van Breda. En van de eenvoudige herhaling van de religieuze houtsnede geef ik een voorbeeld van Jacob van Breda. En dat voorbeeld wat ik gekozen heb is de intocht in Jeruzalem. U ziet Christus op de ezel. We hebben het net allemaal gehad in het kerkelijke jaar. We zijn net de Pasen gehad. Maar voordat het laatste avondmaal plaatsvindt, nou u weet het allemaal natuurlijk wel, maar rijdt Christus op een ezel Jeruzalem binnen. Mensen klimmen in de palmbomen, ze plukken takken af, gooien die op de grond, u ziet het daar.
Ze doen hun jassen uit en laten daar de ezel over rijden. We zien hier dus Christus, hier zo. En hier achter hem Petrus. En hier zie je al iemand in die poort staan. Stadspoort van Jeruzalem. Deze druk van Jacob van Breda, deze houtsnede komt voor in de epistelen en de evangelie, gedrukt op 1 maart 1493. Dezezelfde houtsnede komt bij Jacob van Breda ook voor in de epistelen en de evangelie van 4 maart 1496. U ziet dat de ene, dat deze, een nadruk is van de andere. Ik zal nog even laten zien. Dat kan je helemaal zien aan de letters. Hè? Dus ze zijn wel opnieuw gezet. De tekst is wel opnieuw gezet. Maar eindigt precies hetzelfde als in 1493, hetzelfde als in 1496. Goed, maar deze houtsnede had al een hele reis achter de rug. Want het was geen houtsnede van Jacob van Breda zelf. Hij behoort tot een serie van 74 houtsneden van Gerard Leeuw in Gouda. En hier zien we de eerste druk waarin hij voorkomt, de houtsnede. In Lieden en de Passie Ons Heren van 29 juli 1482. Daarin gebruikt Gerard Leeuw die serie, hele beroemde serie van hem. Voor de eerste keer en komt dus ook de intocht in Jeruzalem voor. Hij gebruikte die serie heel vaak, hij hergebruikt hem heel vaak, zowel in Gouda als in Antwerpen, waar hij zich later vestigt. En ook leent hij een aantal ervan uit aan andere drukkers. De volgende druk waarin hij voorkomt, is in de reeks van 36 verzen op het leven en de passie ons Heren. En dan gedrukt in 1482. Dat is een heel uitzonderlijk boek, dit. Het is geen boek, het zijn 6 bladen met op elk 6 houtsneden met onder een vers. En die wordt bewaard, unicum, in Erlangen, in de UB. En daar, de bedoeling ervan was dat vellen werden losgesneden of geknipt en dan ergens aan de muur werd gehangen. Volgende serie waarin die voorkomt is weer bij Leeuw in een getijdenboek, Nederlands getijdenboek van 1483. En dan gaat de serie naar Bellaert in Haarlem. En daar verschijnt de houtsnede in het Lieden en de Passie van 10 december 1483. Bellaert was een vroegere leerling, vroegere medewerker van Gerard Leeuw in Gouda. En die is later voor zichzelf begonnen. Leeuw heeft hem daarbij op weg geholpen door zijn lettertype uit te lenen aan hem en ook houtblokken, zoals deze serie. Volgende druk waarin dus deze houtsnede voorkomt, is in Gouda. Dus weer terug naar Gouda, maar dan niet naar Leeuw, maar naar de drukker van Tegen die Straal der Minne. Die onbekende drukker kennen we alleen, die wordt genoemd naar een beroemd werk dat hij heeft gedrukt. Daarna gaat de houtsnede weer terug naar de oorsprong, naar Gerard Leeuw, maar die is inmiddels verhuisd naar Antwerpen. Dus deze druk is gedrukt in Antwerpen op 3 november 87. En omdat dit nu een foliant is waarin die wordt gebruikt, zijn er 2 zijstukken aan vastgeplakt om de houtsnede aan de bladspiegel aan te passen. Dat zien we wel heel vaak. En dat zie je namelijk ook in de volgende druk door de broer van Gerard Leeuw, Klaas Leeuw, 20 november 1488. Ook in een Ludolphus de Saxonia Vita Christi en ook weer aangepast aan de bladspiegel door er 2 zijstukken tegenaan te... Die zijstukken werden gewoon in zetsel mee ingebonden. Dat was allemaal heel makkelijk. De lettertjes werden in een zetsel vastgemaakt en daar ook de houtsneden in. Het was allemaal hoogdruk, dus dat kon allemaal heel makkelijk.
En daarna kwam dus de serie, of deze houtsnede, hoe? Hij doet het even niet meer. Volgende. Oh, hoe kan dat nou? Zo. En dan. Oh ja, gelukkig. En toen kwam dus de houtsnede bij Jacob van Breda terecht. Ja, dat zagen we net. Die hem dus gebruikte in 1493 en 1496. Goed, dus dit was het voorbeeld van een herhaling van de religieuze houtsnede. Waar wij als moderne mens geen problemen mee hebben. Maar wat wij ons niet goed kunnen voorstellen, is dat houtsneden met een specifiek onderwerp werden hergebruikt. Dat is voor ons veel moeilijker te volgen. Maar onderzoek namelijk van verschillende kunsthistorici heeft aangetoond dat de houtsneden in incunabelen zich kenmerken door hun zogenaamde tupenhafte vormen. De late middeleeuwen wenste het abstracte uitgebeeld te zien. Niet een veelvoud van verschijningen, maar de norm ervan. En daarom konden veel houtsneden steeds maar weer voor andere situaties worden gebruikt. En nou maak ik even een uitstapje. Het was dus heel gelegitimeerd om een voorstelling te herhalen. En drukkers speelden daar handig op in en hergebruikten hun blokken bij het leven. En een voorbeeld daarvan ligt hier in de vitrine. Daar zijn twee drukken neergelegd. En die drukken die zijn. De ene is van het leven van de heilige Apollonia, door Albert Pafraat gedrukt in 1515. En een tweede druk, dat is die vitrine hier op de hoek, een druk uit 1514, Boetius de Consolatione Philosophiae. En het bijzondere daarvan is dat op de laatste pagina van allebei die drukken, die dus al post-incunabelen zijn, dus houtsneden staan afgedrukt, die oorspronkelijk van leeuw zijn, en die zijn door leeuw gebruikt in het boek van de dochter van Sion. Dat is een, even kijken, ja, de dochter van Sion. Dat is door leeuw, ik zit af en toe. Ik zal het niet meer doen. De dochter van Sion is door Leo in 1492 gedrukt. En hij heeft daar een houtsneden serie voor laten maken. En hij is de enige die deze drukt in de 15e eeuw. Maar bekend van Leo is dat hij een heleboel drukken heeft die series voor laten ontwerpen. Die daarna allemaal door andere drukkers in andere steden zijn nagesneden. Hij was echt een trendsetter wat betreft het illustreren van bepaalde boeken. En goed, hier liet hij dus een serie voor snijden voor de dochter van Sion. En het is een allegorisch verhaal. Het gaat over de dochter van Sion die in liefde is ontstoken. Ze weet niet wie de oorzaak van die liefde is, van haar liefde is. En ze laat hem door een van haar jonkvrouwen, Cognitio, over de hele wereld zoeken. Maar deze kan hem niet vinden. Kijk, je ziet haar Cognitio zoeken. Maar ze komt onverrichte zaken terug. En dan valt de dochter van Sion neer in ellende. Maar door de steun en de goede raad van haar andere jonkvrouwen, Spes, Fides en Sapientia, komt zij erachter dat het Christus is geweest die Caritas uitzond om haar in haar hart te treffen. Dat zie je op die vorige, dat ze een pijl door haar hart heeft. En dan dan zendt de vrouw op haar beurt Caritas terug, vergezeld van Oratio, naar de hemel om Christus te verwonden. En in de hemel aangekomen vuurt Caritas met haar boog twee pijlen op hem af. Dat zien we hier. Twee pijlen op hem af. En
En Oratio vangt de honing uit het hart van Christus op. En daarmee gaan ze terug naar de dochter van Sion. En die geven ze de honing te drinken. Dat ziet u hier op de rechterhoudsnede. En dan komt ze helemaal tot rust. Ze komt tot inzicht wie haar minnaar is. En zij wil hem vervolgens eeuwig dienen. Dat is het verhaal. En dan is het toch wel heel opmerkelijk dat er dus twee postincunabelen liggen uit Deventer. Waar dan zomaar lukraak twee houtsneden uit. En waarvan dus blijkbaar een van de vrouwen Apollonia is geworden. Dus niet meer de dochter van Sion, maar het was een leven van Apollonia. En die Boetius Consolatione Philosophiae, wat die houtsnede daar deed, waarschijnlijk gewoon ter opleuking van het boek. Gewoon om het waardevolle boek te maken met zo'n houtsnede erin. En zo ligt er daar ook een vitrine, in de vitrine ook houtsneden van de Chevalier Delibéré. Die komen dan ineens voor in die chronieken van Holland en Zeeland en Friesland. Uit Leiden, gedrukt in Leiden door Jan Severszoon in 1517. En dat oorspronkelijk is het de Chevalier Delibéré geschreven door Olivier de la Marche. De hoofdpersoon, acteur, die wordt nu ineens veranderd in een hertog. Hertog Willem van Henegouwen en staat er boven. Maar het is helemaal niet zo. Oorspronkelijk was het Chevalier Delibéré. Maar, en zo wou ik maar zeggen dat de middeleeuwen het niet zo nauw nam. Er waren überhaupt minder pilaartjes en minder. Dus wat ik al zei, de norm is het belangrijkste. Het ging niet om de specifieke uitbeelding. En daarvan wil ik dan nog een voorbeeld geven. Dan gaan we weer terug naar Deventer. Namelijk bij Jacob van Breda. In twee drukken van Jacob van Breda in Deventer bevindt zich op de titelpagina een houtsnede van een man die een koning iets staat te vertellen. De ene is een psalterium en de andere is de Ars Poetica van Horatius. De houtsnede heeft in beide gevallen de functie van een magister cum discipulis houtsnede, meester met leerlingen. En dat om aan te geven dat het om schoolboekjes gaat. Kentgegeven, maar gisteren komt de Cipollis houtsnede. Bij het psalterium staat in de banderol de naam David. U ziet het, David. Daar stelt de linkerfiguur blijkbaar David voor, de schrijver van de psalmen. En bij de Ars Poetica staat in de banderol Jacobus de Breda. En stelt de figuur blijkbaar de drukker van het werkje voor, Jacob van Breda. Nou. De houtsnede die we hier zien blijkt bij onderzoek niet. Bij de houtsnede, je wordt steeds op het verkeerde been gezet. Die blijkt niet van Jacob van Breda zelf te zijn. Nee, hij was afkomstig van Peter van Os in Zwolle. En bij Peter van Os komt de houtsnede het eerst, of komt hij het voor het eerst voor. Op de titelpagina van een druk van het Liber Aggregationis van Albertus Magnus. En hier staat in de banderol Albertus Magnus. En stelt de linkerfiguur blijkbaar de auteur Albertus Magnus voor. En daarna komt de houtsnede bij Van Os voor op de titelpagina van De Quatuor Virtutibus Cardinalibus van Seneca. En hier staat in de banderol Seneca. En is de figuur plotseling veranderd in de auteur Seneca. Daar had men niet de minste moeite mee. Men wist überhaupt ook niet hoe Seneca eruit zag. Maar één woordje en de figuur was veranderd in een ander. Goed. Maar de oorsprong van de houtsnede. We gaan alweer verder daarmee met deze houtsnede. De oorsprong van de houtsnede gaat nog verder terug. Want verdere reconstructie van deze houtsnede van Os heeft uitgewezen dat de houtsnede deel heeft uitgemaakt van een onbekende serie houtsneden ter illustratie van een editie van Os van de geschiedenis van de zeven wijzen van Rome. Deze editie is echter verloren gegaan.
De linkerman, dus, maar dat heb ik dus gereconstrueerd, dat die druk bestaan moet hebben. De linkerman stelde van oorsprong een van de 7 wijzen van Rome voor, die de jonge kroonprins Diocletianus verdedigt voor diens vader keizer Pontianus zittend op de kroon. Dus zo leidt houtsnedenonderzoek meermaals ook tot de reconstructie van verloren gegaande edities. En u kent waarschijnlijk de geschiedenis van de 7 wijzen van Rome. Kijk, hier hebben we hem dus bij de Breda, die hebben we al gehad. Het verhaal van de 7 wijzen van Rome gaat als volgt. We hebben hier 4 houtsneden weer van Leeuw, want die was weer de eerste die dat boek illustreerde. De trendsetter, hè, wat ik al zei. En die heeft de houtsnijder de opdracht gegeven, of ik weet eigenlijk niet precies hoe dat gegaan is, of hij dat nou zelf heeft gedaan, want die houtsnijder dat zelf heeft ontworpen. Maar in ieder geval bestaat de serie uit 4 houtsneden. En het verhaal gaat dat keizer Pontianus, keizer van Rome, is gelukkig getrouwd met zijn vrouw en ze krijgen een kind. En dat is Diocletianus, dat kleine jongetje wat daar staat. Maar de koningin sterft. En de kleine prins wordt toevertrouwd aan de zorg van de 7 wijzen van Rome. U ziet ze hier, het zijn er 6, maar het worden er 7 te zijn. Dan hertrouwt de keizer. Maar hun huwelijk blijft kinderloos. En dan op instigatie van zijn tweede vrouw wordt Diocletianus, de zoon, weer teruggeroepen naar het hof. En daar probeert de koningin hem op zekere dag te verleiden, haar stiefzoon. Dit is het Jozef-verhaal, hè? Zij beschuldigt die jongen. Als ze betrapt wordt, dan beschuldigt ze. Nou, en dan komt er een heel proces waarin de keizerin haar pleidooi houdt. En steeds een van de 7 wijzen van Rome houdt een pleidooi. Voor de prins natuurlijk. En elke keer als een van die 7 wijzen van Rome het pleidooi houdt, wordt deze houtsnede gebruikt. Steeds dezelfde. Dat is helemaal in het punt. Maar werd in de banderol steeds een andere naam van een andere wijze met losse letter ingeklemd. Dus, nou ja, dit dan over zo'n houtsnede van Os, waarvan ik heb kunnen reconstrueren dat hij tot een grotere serie moet hebben gehoord. Behoort. En dat er een verloren en dat hij een druk heeft verzorgd van de 7 wijzen van Rome die verloren is gegaan. En dat is helemaal niet zo vreemd dat er boeken verloren gingen. Er zijn een heleboel boeken overgeleverd, maar in één exemplaar. En door het houtsnedenonderzoek ben ik achter een heleboel leemten gekomen in de overlevering van de drukken. Eigenlijk dat er meer, ik ben erachter gekomen dat er veel meer gaten waar zijn in de overlevering van de drukken dan men eigenlijk tot nu toe dacht. Goed, nog even verder over deze houtsneden. We zien dat dit is een houtsnede uit een blokboek. Speculum humanae salvationis. En we zien daar de figuur van Daniël, die aan Belsasar de betekenis van de tekens uitlegt. En we zien daar, en we kunnen concluderen dat de houtsnede van Os, dat deze figuur is nagesneden ten behoeve van de houtsnede van Os. Die lijkt daar heel erg op. Ik zal hem er even laten zien. Die linkerfiguur is precies Daniël. Deze. Nou, en zo zitten er allemaal maar
allemaal aspecten aan zo'n houtsnedenonderzoek. En nou ja, dat maakt het dan zo boeiend. En eigenlijk moet je, nou ja, dat zeg ik allemaal weer tussen haakjes, staat hier niet hoor. Je moet de boeken zelf laten praten, laten spreken. Je gaat bestelt reproducties, je gaat kijken wat is er afgedrukt. En dan gaan de houtsneden vanzelf een verhaal vertellen. En dat is het leuke ervan. Nou, ik zei al dat dus die houtsnede van Os een magister cum discipulis houtsnede was. Hè? Is een meester die een leerling iets laat vertellen, of meerdere leerlingen iets laat vertellen. Dan, nu ga ik even verder op het onderwerp magister cum discipulis houtsnede. Die zijn er veel meer in de tussen de houtsneden van de lage landen, trouwens ook in het buitenland. Hier heb je er een van Richard Pafraat uit 1488. Deze is ook van Pafraat, het boek van de echte staten, ofwel het Eebüchlein van Albertus de Eyp. Dan heb je hebben we er bijvoorbeeld natuurlijk een van Leeuw. Hè? Natuurlijk heeft Leeuw er ook een heleboel magister cum discipulis houtsneden. Deze komt voor in de Vulgaria van Terentius uit 1486. Dan hebben we er hier een. En ook van Leo in Cato Distiga de Moribus. Nou, als we nou verder kijken, dan blijkt dat deze houtsnede oorspronkelijk voorkomt in Van den Zeven Sacramenten van Gerard Leeuw, 19 juni 1484, zijn laatste druk in Gouda. Dan heeft hij dus dit boek, hij is de enige die dit boek heeft gedrukt in de 15e eeuw. En daarin komen dus, nou, de titel zegt het al, daarin worden de zeven sacramenten besproken. En dat boek is opgebouwd in de vorm van een samenspraak. En je ziet al staan Hostiensis, dat is een samenspraak tussen Hostiensis en Actor. Actor vraagt en Hostiensis antwoordt. Dit is het sacrament van het vormsel, zoals u ziet. En een ander plaatje uit het boek is de doop. Hier zie je dan Actor staan, toevallig. Het is dus een samenspraak tussen Actor en Hostiensis. En ook in de middeleeuwen was men heel efficiënt, want u begrijpt het al, er worden zeven sacramenten afgedrukt in dit boek. En om nou te voorkomen dat steeds maar weer die Actor en Hostiensis uitgebeeld moesten worden, wat dus veel tijd en geld en, ja, ik zei al, dus een hele financiële, het was heel duur om een houtsnede te laten maken, heeft Leeuw gekozen voor het fenomeen houtsneden met vervangbare delen, ofwel samengestelde houtsneden. Hij liet een zijstuk maken waarop Actor en Hostiensis zijn afgebeeld zonder linkerhand. En de sacramenten zijn allemaal afgebeeld zonder rechterhand. En het is zo gecomponeerd en zo bedacht dat als je het zijstuk naast zo'n hoofdhoutsnede legt, dat er dan een min of meer bevredigend geheel ontstaat, waardoor het lijkt alsof het maar één houtsnede is. En later is dus dat rechterstuk nog eens gebruikt als gewoon los, als magister cum discipulis houtsnede, en heeft men er een linkerrand gewoon bijgemaakt. Dus allemaal heel verrassend zijn die houtsneden altijd. Leeuw heeft dit principe van samengestelde houtsneden ook toegepast in zijn boek Corona Mystica Beate Mariae Virginis Gloriosae uit 1492. Daarin het boek is opgebouwd uit 24 hoofdstukken waarin steeds een ander element uit de kroon van Maria wordt behandeld. En in de rand van de kroon bevinden zich de edelstenen en op de top steeds een ster, een bloem, een ster, een bloem, een ster, een bloem.
En zo worden er 24 elementen uit de kronen van Maria steeds in die afzonderlijke hoofdstukken behandeld. En u voelt het aankomen. Dit moet ook efficiënter kunnen natuurlijk. Niet 24 kroonhoutsneden met die elementen af gaan beelden. Nee. Kijk, hier hebben we een hoofdstuk waarin de krokus wordt behandeld. Je ziet die kroon, waarop ook die krokus staat. En dan beneden een kerk waarin een monnik voor een Maria-altaar knielt. En op het altaar ligt die krokus. En hier hebben we een hoofdstuk van de kamomille of de kamille. En hier wordt de kamille behandeld. De bloem de kamille. En hier wordt de steen carbunculus behandeld. En hier is een vrouw die knielt voor het Maria-altaar. En hier hebben we de een en die is de Chalcedonius. De steen ligt op het altaar. Nou, u voelde het alweer aankomen. Er zijn vier. De houtsnijder van Leeuw heeft gewoon vier kronen ontworpen. Waarop al die houtsnijden, waarop al die elementen te zien zijn. Dus de rechterkant, de linkerkant, de voor- en de achterkant van de kroon. En daar staan de zon en de maan en de sterren. Overal, alles is uitgebeeld. Al die stenen zijn uitgebeeld. Verder heeft hij vier zijstukken ontworpen met een knielende monnik en een knielende vrouw. Hè? Twee monniken en twee vrouwen. Sorry. Kijk hoor. Doe ik nou. Hij zit volgens mij vast. Maar... ik krijg hem niet meer. Moet hij dan even rusten of zo? Ja. Of moet ik dan weer escape doen in die hand? Nee. Of heb ik nou ook iets? Ik druk de hele tijd hier op. Zo. Oh. Ja. Is dit de volgende? Ja, dit is de volgende. En dit is weer de vorige en dit is de volgende. Of... Ja. Hij doet het weer. En dat komt alleen door die muis? Nee, als ik hem maar heb. Oh, blijf er maar een beetje bij. Nou, dus er zijn... Oh, ik doe iets raars. Alle onsamenhangende bewegingen. Nou, in ieder geval hebben we hier dus... is er dus gebruik gemaakt van het verschijnsel houtsneden met vervangbare delen ofwel samengestelde houtsneden. Want steeds een halve houtsnede met een geknielde monnik en een geknielde vrouw. En dat kan nog vastgezet worden of tegen de rechterkant van de Maria-altaar. En in dat Maria-altaar is een plaats open gehouden waar dan zo'n elementje ingeklemd kan worden. Dus er zijn ook in totaal 16 elementen. 16 kleine houtsneden van een element, een paar worden er herhaald. Dus dit was efficiëntie in de middeleeuwen. En datzelfde hebben we ook met een boek die hier ook in de vitrine, dat hier ook in de vitrine ligt. Het boek Der Schuldentroons of Der 24 Oude. Gedrukt in Utrecht door de drukker met het monogram in 1480. Hè, u voelde er al aankomen, 24 oude, dat kan makkelijker. Hè. Dat ga niet 24 houtsneden van een oude afdrukken, nee. Er is gebruik gemaakt van 6 kleine houtsneden van een oude en 5 van een minnende ziel. En 4 bogen. En die konden dan de hele tijd in allerlei variaties onder die boog worden vastgeklemd. Dus, nou, en het ultieme voorbeeld van houtsneden met vervangbare delen is wel dit boek van Jacob
Bellaert uit Haarlem, 1484. Het heet van Jacobus de Teramo, Der zondare troost of proces tussen Belial en Mozes. En dat boek gaat over het proces dat Belial, de duivel, aanspant tegen Christus, nadat hij de vaderen uit het voorgeborgte heeft bevrijd, de zielen uit het varenvuur heeft bevrijd, nadat hij gestorven was aan het kruis. Nederdaling te hellen. En dan, daar is Belial dan zo boos over dat hij, zielen hem ontgript zijn, dat hij een proces aanspant tegen Christus. En dan Mozes gaat hem in plaats van Christus pleiten. En dus, nou, de hele tijd moet dan natuurlijk een rechtszaal worden uitgebeeld, de vierschaar. En elke keer worden er nieuwe getuigen opgeroepen. Hier ook weer. En dat kan natuurlijk allemaal efficiënter. Dus er is, er zijn maar een paar keer is maar die vierschaar uitgebeeld. En dan zijn er allemaal zijstukken die er tegenaan geplakt konden worden. En zo, en dit zijn zelfs houtsneden, vier naast elkaar, zoals u ziet, met stukken interieur. Nou, en dan is het ook nog wel even leuk om te vermelden, naar aanleiding van dit boek, dat op een gegeven moment worden ook de dood en het leven opgeroepen om te gaan getuigen. Ja. Links ziet u de dood, rechts het leven. Maar u ziet al dat dit niet helemaal klopt, hè? Dit loopt niet mooi door. Dit loopt gewoon niet mooi door. Bij de vorige was het een mooi geheel. Hè? Bij de vorige. Want het was allemaal een mooi geheel. Maar hier, daar klopt niet veel van. Hè? En ze staan ook buiten, hè? De dood. De dood en het leven. Dat klopt ook helemaal niet. Nou ja, ik zal een heel lang verhaal kort maken. Maar in ieder geval ben ik erachter gekomen dat de dood en het leven aan elkaar vast hebben gezeten. En dat Bellaert gewoon een bestaand blok heeft gebruikt en doormidden heeft gezaagd. En, want er is ook één houtsnede in Delft, dat is deze, en die blijkt dan weer nagesneden te zijn van die twee aan elkaar geplakte. En het leuke ervan is dat er dus geen boek bekend is met deze houtsnede. Maar ik weet uit reconstructie dat die bestaan moet hebben en dat het boek van Arend Bosman door Bellaert is gedrukt, dat weten we. Maar die is verloren gegaan. Die heeft in de stadsbibliotheek van Lübeck gezeten. Maar kopielost nu. Kopielost. Jammer. Kopielost. Maar in de 19e eeuw heeft men dit boek nog gezien. En de directeur van Wiesbaden, de UB, die heeft hem nog gezien. En gezegd dat op de voorpagina, op de titelpagina, een rijke jongeling staat afgebeeld die bedreigd wordt door de dood. En ik weet dus eigenlijk 99,9% zeker dat het deze houtsnede is geweest. En dan aan elkaar. Of misschien al doorgesneden. Maar in ieder geval, en dat zijn dan de ontzettende leuke ontdekkingen. Nou, dan gaan we even verder. Ja, dan gaan we weer terug naar het onderzoek. Want dit zijn eigenlijk allemaal weer zijpaden en uitweidingen. We hebben het gehad over een religieuze houtsnede die herhaald werd en een specifieke houtsnede die herhaald werd en zo. Dat bracht ons op de Magister cum Discipulis houtsnede en met het verschijnsel van vervangbare stukken. Goed, nou zijn we weer terug bij ons, na dit uitstapje weer terug naar het onderzoek. Doordat voor dit onderzoek een nagenoeg complete verzameling kopieën bijeen was gebracht van alle Nederlandse incunabel houtsneden, 12.000, was het voor het eerst mogelijk alle 15e eeuwse afdrukken van hetzelfde blok, dus het eerste voorkomen en alle herhalingen van die houtsneden, met elkaar te vergelijken. En toen werd ineens zichtbaar wat in eerste instantie nog niet eens tot de doelstelling van een onderzoek behoorde. Bij mijn aanvragen was dat niet inbegrepen. Maar ik zei al tegen u, die houtsneden vertellen hun eigen verhaal. Dus bekend was al dat houtblokken in de loop van hun gebruik door het geweld van de houten handpers mankementen gaan vertonen. In het meest extreme geval kon het blok breken, maar meestal zijn het de leidingen in de houtsnede die gaan breken. En dit gebeurt het vaakst in de buitenste omtreklijnen van de houtsnede, de randen. Die vangen de grootste klappen op en kunnen gaandeweg op sommige plaatsen gaan breken en daardoor in de afdruk
onderbrekingen gaan vertonen. Oké, dit wisten we allemaal. Maar toen ik dus de afdrukken van dezelfde houtsnede in kopievorm naast elkaar begon te leggen, bleek mij eigenlijk voor het eerst hoe duidelijk en systematisch beschadigingen zich kunnen ontwikkelen. En ook wat een ongekende mogelijkheden het reproductiemateriaal bood om de volgorde van verschijnen te bepalen van drukker zonder vaste datum. En om deze drukker zonder vaste datum daardoor nader te dateren. Van de 860 incunabelen met houtsneden heeft iets minder dan de helft, ongeveer 400, geen precieze datum. Ze zijn, dit ook weer even tussen haakjes, ze zijn in de jaren 60, 1966, hebben Wietse en Lotte Hellinga van de Universiteit van Amsterdam, die hebben dit boek, het licht doen zien, en dat is The 15th Century Printing Types of the Low Countries. En zij hebben de lettertype onderzocht van de boeken, van de Nederlandse incunabelen. De lettertype. Want één drukker gebruikt natuurlijk verschillende lettertypes. En naarmate, goed, ik leg het er even neer. Een boek dat dan in een bepaald lettertype is gedrukt, moet tussen die en die datum gedrukt zijn. Een drukker heeft op een volgende lettertype en als het in een bepaald lettertype is gedrukt, dan moet het in die periode gedrukt zijn. En dat zijn vaak hele ruime dateringen. En ik heb dan voor de helft van de ongedateerde drukken heb ik een nieuwe datum kunnen bepalen op grond van de slijtage van de blokken. En dus daar heb ik die dateringen van de Hellinga's, van Lotte en Wietse Hellinga, heb ik kleiner kunnen maken. Soms tot op maand nauwkeurig. En nou, dat is natuurlijk ook heel erg leuk. Dus voor de helft, ongeveer 200 drukken, is het mogelijk gebleken om op grond van de toestand van de houtsnede te komen tot een exactere datering dan de lettertype datering van de Hellinga's. En door die nieuwe datering kan bij drukkers die in meerdere plaatsen hebben gewerkt soms de juiste plaats van verschijnen bekend worden. Ook kan in verschillende gevallen de periode van drukactiviteit van de drukker worden bijgesteld. Ook kan opeens duidelijk worden welke drukker een bepaald boek heeft gedrukt. In het geval van één pers en meerdere op één volgende drukkers, bijvoorbeeld in Delft. En tenslotte, door de veranderde datering kan een incunabel ineens een postincunabel worden. En omgekeerd een postincunabel tot een incunabel. Houtsnedenonderzoek kan dus tot verrijkende conclusies leiden. En zoals we bij de houtsneden van de Zeven Wijzen van Rome hebben gezien, niet alleen voor de wetenschap van de analytische bibliografie, maar ook voor literatuurwetenschap. Goed, ik zal nu even een voorbeeld geven van het toekennen van een nieuwe datering op grond van de slijtage. In 1994, toen mijn proefschrift verscheen, moest ik nog ergens bij de behandeling van Jacob van Breda zeggen dat de Verba Deponentalia van Johannes Sinte, ofwel Johannes de Garlandia, gedrukt die zich voorheen had bevonden in de universiteitsbibliotheek van Kaliningrad in Rusland, verloren was gegaan. En hij had als datering dit. En dat was ook op grond van het lettertype. Hele ruime datering, hè? 24 januari 1489 tot, ja, dat wist men nog niet. Maar een paar jaar geleden kocht Antiquariaat Forum in het Gooi Houten het unicum, dat afkomstig was van de Landsberg Vele Gemen Bibliotheek in Balfen. En die bibliotheek was boeken aan het afstoten. En hij is nog steeds bij Forum en hij heeft er nog meer uit Balfen Forum. En ik heb dit exemplaar kunnen zien. En in het boekje bevindt zich één houtsnede, namelijk op de titelpagina. En het is een voorstelling van de Gregoriusmis. U ziet Paus Gregorius hier in het midden.
zijn de jager pakte, houdt de tiara vast. En tijdens het opdragen van de mis verschijnt Christus, de lijdende Christus, de man van smarten, in een visioen. En het bloed van Christus komt in een kelk terecht. Dat is het visioen. Er zijn wel meer houtsneden hoor, van de Gregorius mis. Een heel bekend onderwerp. Goed, deze voorstelling van de Gregorius mis komt van 1489 tot 97 in wel 15 drukken van Jacob van Breda voor. En hier heeft u ze. He, met die ene dan erbij. En ik geloof, nou, neem hem maar van me aan, hij komt 15 keer voor. Goed, dan is er een nieuwe druk op de markt. En dan is het, ja, dan is het natuurlijk heel interessant om op grond van het houtsnedenonderzoek die datering bij te gaan stellen. Hè, die hele ruime datering. Nou, en dan ga je dus kijken naar de slijtage. En kijk, kom ik er even bij. De eerste twee houtsneden zijn helemaal zonder slijtage. Maar in die nummer 3 is er ineens in die arcering hier, rechts van het altaar, een kras te zien. En die komt overal voor. He, daarna, hier kras, kras, kras. Er is iemand met zijn ring of met een ander scherp voorbeeld, heeft daar een in gekrast. En ja, dat is natuurlijk nooit meer uit te krijgen. Dus dat is een heel, dit is een heel duidelijke slijtage. We weten daarom dat deze twee linker natuurlijk gedrukt moeten zijn voor de rest. Nou, en dan gaan we naar een volgende slijtage kijken. Daar begint in de linkerbovenhoek een onderbreking te ontstaan. En die komt ook overal verder voor. Hè? Want het is natuurlijk altijd heel verleidelijk om als je twee drukken hebt met dezelfde houtsneden en de ene heeft een onderbreking, dat je denkt, oh, de ene moet na de ander. Maar nee, dat mag niet. Je moet heel voorzichtig zijn met je conclusies, want de pers kan dan niet goed toegesteld zijn geweest. Hè? Dus pas als je echt in een heleboel drukken daarna op dezelfde plaats een onderbreking ziet, dan mag je er echt van uitgaan dat het een echte breuk is. En hè, dus hier zie je steeds die breuk groter worden in de linksboven. Hier helemaal, er komen nog meer breuken bij. Nou, gaan we weer terug. Nou, als we nou naar ons voorbeeld gaan, dan zien we daar ook een breuk linksboven, maar eigenlijk minder, hè? Een mindere breuk. En wat nog meer het geval is, dat is dat er hier zo rechts van de kerk begint een hele kleine onderbreking in die druk. En die wordt steeds groter. Hier wordt steeds groter. En hier wordt die breuk nog steeds groter. Nou, dus we mogen ervan uitgaan dat daar dus een breuk begint te ontstaan. En in ons geval is die breuk er nog niet, rechts van de kelk. Dus deze druk van de Verba Deponentalia moet gedrukt zijn voor nummer 3. Dus voor 5 april 1490. En dan krijgen we deze nieuwe datering. 24 januari 1980 tot 5 april 1490. Nou ja, zo werkt het dus. Goed. Wat hebben we nog meer? Oh ja. Waarvoor we hier allemaal zijn vanavond. Uiteindelijk heeft het onderzoek van de houtsneden na jaren, dus ik zei al, ik ben in 1979, aan het einde van 1979 mee begonnen. Ik ben al gepromoveerd, maar daarna heb ik er nog wel aan gewerkt. En goed, er is dus nu echt een handelseditie in het Engels vertaald met goede indexen en concordanties. Het is helemaal heel goed transparant geworden, want het was op proefschrift helemaal niet. Mensen zeiden, we kunnen niks in opzoeken. En, maar nu met behulp van Hess en de Graaf Publishers
is dan 2 weken geleden dat boek ten doop gehouden in de Koninklijke Bibliotheek. En, maar ik wou nog even 1 alinea voorlezen. Voor het eerst hier in Nederland is voor 1 bepaald geografisch gebied, dus de Low Countries, het totale corpus aan incunabel houtsneden in kaart gebracht. Met ruime aandacht dus voor de slijtage van de blokken. Dit levert nieuwe gezichtspunten op voor de, binnen de incunabelkunde. Nieuwe impressumgegevens van de drukken, reconstructie van verloren gegaane drukken, nieuwe inzichten in de betrekkingen tussen drukkers en bijstelling van de typesstudie. Maar het resultaat van het onderzoek reikt verder dan de bibliografie en strekt zich ook uit over gebieden zoals bijvoorbeeld de literatuurgeschiedenis en de kunstgeschiedenis. Want vanuit welke discipline men zich ook met incunabel illustratie wil gaan bezighouden, men zal van deze, van dit boek, van deze bibliografische basisgegevens moeten uitgaan. Het zijn immers boekhoudsneden die in eerste instantie in de omgeving waarin ze voorkomen het boek geïnventariseerd en geanalyseerd moeten worden. En dan werd het boek dus op 12 april in de Koninklijke Bibliotheek gepresenteerd tijdens een 1-daags congres. Die eerste exemplaar, die dus pas 6 in het midden, die het eerste exemplaar heeft de uitgever aangeboden aan de directeur van de Koninklijke Bibliotheek, hè, de gastheer. En het tweede exemplaar werd aangeboden door onze directeur en aan mijn leidinggevende, Tom Dijksterhuis. Nou, het derde exemplaar, nou u raadt het al, was voor mij. En nou, dat was natuurlijk een heel groot moment om dat dan voor het eerst in je handen te hebben. Na al dat geploeter. En nou, dit was dan een kijkje dan in die aula. En hier waren alle sprekers. We zien hier, wat ik even leuk nog zeg, dit is dan Lotte Hellinga. Ik had het net over Wietse en Lotte Hellinga, die dan dit boek in 1966 hebben geschreven met z'n tweeën. Dat was een echtpaar. En de man, Wietse is al lang dood, maar zij leeft, godzijdank, nog eens, is al 80 en heeft een lezing gehouden. En nou, hier heb je John Goldfinch van de British Library in Londen en Paul Needham van de Shire Library in Princeton. Nou, dit waren de twee dagvoorzitters, Jos Biemans van de UB en Ad Eriksveld van de KB. En nou ja, het was gewoon een fantastische dag. En aan het einde van de dag, ja, deze dia hebben mijn kinderen genomen. Dat was in Mirmanno. Daar was een, net zoals dat hier het geval is, een tentoonstelling ingericht. Een houtsneden tentoonstelling. En daar lagen dan allemaal boeken uit de Koninklijke Bibliotheek en uit Mirmanno met houtsneden. Net zoals hier uit ons bezit ook de boeken liggen met houtsneden. En nou ja, het was een fantastische dag. En ik vind het ook, heb het ook heel erg leuk gevonden om voor u vanavond dit verhaal te vertellen. Want daar in Den Haag heb ik niks verteld. Ik heb alleen bedankt. Ik heb daar geen verhaal gehouden, want ik werd een beetje uit de wind gehouden. Want ik heb natuurlijk tot eind nog heel lang aan die drukproeven en alles moeten werken. Maar dus daarom vind ik het vanavond heel erg leuk dat ik voor u eventjes over mijn onderzoek en over het boek heb mogen praten. En ik hoop dat u het leuk heeft gevonden. Dank u wel.